Ik ben altijd vol als de tijden ervoor zijn, maar ik ben ook wel behoudend als je daar ook wel als bestuurder, als ondernemer de keuzes moet maken. Goedemiddag. Goedemiddag Romy, lang geleden alweer. Het is alweer een tijdje geleden, ja. En ik ben erg benieuwd hoe het met je gaat. Met mij gaat goed, persoonlijk gaat heel goed. Ja, gelukkig gezond en wel, thuis ook. Ja. In mijn omgeving ook. Ik moet zeggen, ik heb wel verhalen over corona-impact, weet je wel, bij vrienden van vrienden, zo'n beetje ver gekregen. Maar heel dichtbij in mijn eigen omgeving niet. Ja. Even afkloppen. Maar goed, verhalen die je vanuit ver krijgt zijn ook niet best. Nee, hè? Het eerste verhaal die ik had gekregen, mijn vrouw kwam uit Brabant. En daar weer de vrienden van, waar in één familie 7 mensen overleden zijn aan corona. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen. Nee, het is, we hebben van die schrijnende gevallen waar hetzelfde speelt. Dat je denkt van, jezus, het is wel heftig allemaal. En wat betekent dit? Ik ben echt serieus erg benieuwd naar om te beginnen hoe het met Candid gaat. Ja. Eerst mee beginnen en daarna de relatie met wat er allemaal aan de hand is om ons heen en de impact op met name de branche waarin jij zit. Maar laten we het beginnen. Laten we even de paar maanden voor de corona. Je was hard aan het groeien, aan het acquireren. Ja. Hoe ging dat allemaal in zijn werk? Je hebt duidelijke plannen. Nou, we hebben een waanzinnig mooi jaar gehad, maar dat heb je denk ik wel meegekregen afgelopen jaar. Overnames gedaan die we wilden doen, geconsolideerd, goede dingen aan het doen met het hele visie Candid, weet je wel, de integratie van de diverse specialismes in één platform. Daar hebben we ook nu ook wel de cases, zeg maar, met klanten die er lopen. Hmm. En op een gegeven moment, ja, dan maak je plannen voor 2020, zou voor ons beste jaar ooit worden. In de geschiedenis van Candid. Na 12,5 jaar dat we aan het bouwen zijn. En dan ja, zijn de plannen aan het uitrollen. We zijn bezig ook met acquisities voor 2020. We zouden de eerste internationale zet doen vanuit Nederland. En dan komt corona. Ja, hè? Ja. wat is de impact daarvan? Want hoe is dat gegaan? Zo zeg maar even de maand maart. Ja, weet je, we waren al in januari waren we al binnen bestuur daar wel mee bezig. Van welke kant gaat het op? We zagen in China wat dingen gebeuren. En dan ga je toch vragen stellen, komt het ook onze kant op? Daar zat je nog een beetje verleden van de eerste SARS, zeg maar in 2003 zo'n beetje. Ja, dat had ons toch niet heel erg bereikt. Mm-hmm. Dus dan ben je toch een beetje met hetzelfde bril naar aan het kijken. Denk, ja, dit zal waarschijnlijk ook met een sisser aflopen. Ik denk dat niemand, tenminste wij niet, hadden kunnen voorspellen dat corona, oftewel SARS-2, wat het er is, zeg maar op deze manier ons zou raken in Nederland. Je zit in de top 10 landen van meest geraakte landen in de wereld. Dit had je natuurlijk niet kunnen voorspellen. Dus het was ook redelijk plotseling, moet je zeggen. Maar dat zal voor iedereen wel zijn geweest. Ik weet nog heel goed, ergens tweede week maart hadden we het opeens met elkaar over de impact. En vanaf 14 maart hebben we collega's naar huis gestuurd om vanuit thuis te werken. Ja. Dat ging echt heel snel. En want hoeveel mensen had je inmiddels? 264. Zo de mythes. Hey, en zit dat allemaal in één pand daar in Amsterdam-Noord? Waar is nee, wij hadden ook onze vestiging in Rotterdam geopend. Omdat we ook collega's hebben die in Rotterdam wonen. En dat willen we graag faciliteren. Ja. Dus de insteek van Candid, dat weet je, vorige keer ook gesproken, faciliteren van talent. Ook op de plekken waar ze wonen, zodat ze niet allemaal naar Amsterdam hoeven te verhuizen. En er zit ook heel veel talent in Rotterdam die we nog zouden willen trekken. Je weet, de hele war of talent, daar hebben we ook opeens niet meer over. Want het was natuurlijk wel de thema waar we met z'n allen mee bezig waren. En dat hebben we ook gedaan. We hebben een waanzinnig mooi kantoor neergezet in Rotterdam en geopend. En je weet ook, het hele beleving van hoe we mensen willen faciliteren op kantoor is voor Candid ook belangrijk. Dat was allemaal klaar. En dan moet je opeens mensen naar huis sturen. Oh, het is niet fijn dit. Hey, en allemaal naar huis? Laten we even duidelijk zijn. Want wij kennen elkaar van interviews en een aantal ontmoetingen. Maar er zitten natuurlijk een paar kijkers nu al 25. Wacht even, Candid. Even de pitch in het kort. Voor de mensen die het bedrijf niet kennen. Candid is allereerst een Marcom-platform voor marketing en communicatie in Nederland. En dat noem ik platform omdat we anders opgezet zijn dan de meeste, wat vaak netwerken zijn. Het verschil van Candid als platform is dat het gaat om integratie. Daar zit de visie van Candid, waarbij we geloven dat integratie alleen kan als je ook met z'n allen over één en dezelfde ding praat.
Daar is Canada toch wel anders, omdat we de overnames ofwel de toevoegingen die we doen, doen we 100%. We laten geen verschil zitten in belangen van partijen, waarbij je bij netwerken of andere partijen zie je vaak dat dat in de dealstructuur, hoe partijen worden toegevoegd, een beetje overblijft. Daar heeft Candid een andere weg gekozen. En daarmee hebben we een waanzinnig mooie positie in Nederland uitgebouwd, wat ik je net ook vertelde. Maar goed, hard gegroeid, hard geaccureerd. Ja. Had je nog geld in kas zitten om de huidige periode op te vangen? Vraagt hij maar even heel bruut. Nou ja, dat is een goede vraag. Dat is in de planning, Ronnie, noem maar een geluk bij een ongeluk. Wij waren bezig met onze internationalisering. Dus hebben we ook de wijze waarop we Candid hebben opgezet, heel erg gestuurd in positie als je hebt over je vreemd vermogen versus je winstgevendheid. Waarbij we, dat heet in de bankwereld de leverage ratio ook wel, waarbij we hebben gezegd dat willen we zo minimaal mogelijk houden, zodat we ruimte hebben voor acquisities straks in buitenland. Dus daar hebben we ook naartoe gewerkt met snellere aflossen en zorgen dat je, noem maar achtergestelde deel met acquisities ook weggewerkt is, zodat je die ruimte hebt om door te kunnen pakken. Niet wetende dat die ruimte nu heel goed uitkomt als je hebt over de corona-impact. En dat heeft voor ons een remweg gecreëerd waarmee we het kunnen overbruggen. Maar goed, dat is natuurlijk iets anders dan wat je wilde doen met de acquisities. Ja, en hoe groot is de impact op jullie als bedrijf? Ja, we zitten redelijk in het gemiddelde wat je in de markt zit, ook met WPP. Wij hebben zelf rond 35% daling over het gehele jaar genomen. Ja. Omdat je natuurlijk verschillende disciplines hebt. De ene heeft wat harder gemerkt de klap dan een ander. Maar wij hebben gemiddeld rond 35%. Ja, of dat dan ook zo heftig gaat eindigen, dat weet ik niet. Ik denk dat niemand nu een glazen bol heeft. Maar ik heb wel vanaf het begin gekozen om gewoon meteen heel hard over het hele jaar heen te gaan. En niet te hebben over 3 maanden of 6 maanden periode aanpassing. Ik denk dat dat ook wel een van de sterke punten is van Candid, omdat dat 100% is, omdat je er zeggenschap over hebt, omdat je met elkaar in één platform zit, kun je ook heel snel, in die zin ook wel waar nodig, directief aanpassingen doen. Waarbij zeggen, dit is de projectie, daar houden we ook wel een beetje zwarte scenario met z'n allen rekening mee. Omdat je gewoon niet kan voorspellen of er een tweede golf bijvoorbeeld richting het eindejaar gaat komen of niet. Dat zijn wel natuurlijk dingen die je tegenwoordig hoort. Dus wij zijn ook als Candid daar wel redelijk op voorbereid. Omdat voor mij wel belangrijk was om te zeggen, ik wil niet meer verrast worden over aanpassingen die misschien nodig zouden zijn in het najaar. Dus die 35% forecast die je hebt genomen voor 2020 en die kun jij dragen of die kan Candid dragen zonder dat weet ik veel, moet ontslaan of whatever. Nou ja, goed, je neemt natuurlijk maatregelen, dus we hebben ook wel moeten kijken, is er nodig om je vraag en aanbod, want daar heb je het over, om dat aan elkaar aan te passen. Hmm. Want je hebt dus minder vraag en je hebt capaciteit. En wat ga je met dat capaciteit doen? Nou, daar heb ik zeker ook wel maatregelen op genomen. Ik denk dat wij een van de eerste waren. We zijn alleen niet in het nieuws gekomen. Ik moet zeggen, ik had in het nieuws ook wel gemeld, maar zowel bij FD als ergens anders was er niemand in geïnteresseerd. Want wij zijn in die zin kleiner dan de gemiddelde partijen die maatregelen in de markt hebben gemeld. Dat ging natuurlijk achter elkaar WPP met 900 miljoen aan aanpassing. Dus ook daar hebben wij natuurlijk een en ander moeten doen. Als ik het procentueel moet uitdrukken, dat zal denk ik richting 10% van capaciteit zijn. Okay. Wat we hebben teruggeschroefd. Ja. Hoe is dat? Als jonge, noem ik je dan toch maar even, ondernemer met, ik heb je een paar keer gesproken, toch wel echt torenhoge ambities. Hoe frustrerend is dit? Ja, weet je, Ronnie, je weet mijn verhalen, waar ik vandaan kom. En ik moet zeggen, ik had flashback over mijn verleden, want aanpassingsvermogen is me niet vreemd. Voor de mensen, jij bent origineel niet uit Nederland, zeg maar. Ja, ik kom uit Armenië en ik heb in Armenië dit in het tweevoud meegemaakt. Toen in de jaren 90, begin jaren 90, toen ik daar wegging. Dat vroeg ook om aanpassingsvermogen. Nou gaat het natuurlijk wel als een kind iets beter dan als je wat ouder wordt. Maar gelukkig ben ik nog heel jong, dus ik kan het wel hebben. en in die zin had ik daar wel redelijk flashback. Want in situaties als deze gaat het om aanpassingsvermogen. Hoe groot je ambitie ook is, als de situatie zich voordoet en je ziet dat je daar geen... Het zijn externe factoren. Je hebt daar verder geen grip op. Dat verrast ons allemaal. En je moet daarop anticiperen. Hoe sneller en flexibeler je bereid bent, ook als ondernemer, om te zeggen, dit is de nieuwe realiteit.
En dan ook als ondernemer denken in kansen. Oké, binnen de nieuwe realiteit dat zich voordoet, hoe moeten wij ons daaraan aanpassen? Ga je vasthouden aan de oude plannen en ambitie en dingen die je had opgeschreven en je wil iedereen daar doorheen slepen, dan heb je een heleboel mensen teleurgesteld eind van het jaar en jezelf. Of zeg je, weet je, dit is de nieuwe realiteit. En omdat we ook buffers hebben, omdat we daar remweg hebben, solider zijn, moeten we misschien onze ambitie op een wat kleinere schaal zetten voor 2022. Misschien ook als een tussenjaar zien met z'n allen. Andere dingen meer op orde gaan brengen. Weet je, als je hebt over groei. Groei heeft ook zijn voor- en nadelen. Noem het maar even. Als je heel hard groeit, heb je weinig aandacht aan je op sommige plekken aan optimalisatie binnen je eigen organisatie, want je bent bezig met integraties, et cetera. En nu kun je je focus verschuiven en zeggen, we blijven net zo snel als we waren. Alleen wij houden de snelheid nu even in onze eigen organisatie, nu op onze eigen klanten, verder gefocust dan alleen maar bijvoorbeeld met voor een stuk dan met acquisities bezig houden. Ja. Dus eigenlijk nadeel heeft zijn voordeel. Het is allemaal yin-yang. Het zit allemaal in balans uiteindelijk. Verandert dit het vak? Ja, ja, en ik denk dat je daar meerdere delen. Je hebt naar klanten toe, iedereen heeft nu ook over supply chain. Zeker retailers, partijen die in China als hun productieland hadden en hebben. Ja, die zijn wel redelijk verrast. We hadden ook al wat klanten, vooral in het begin, toen China helemaal stil kwam te liggen, die gewoon voorraad niet konden ophalen. Ja, daar ga je nu wel, denk ik, als klant zijn er twee keer over nadenken. Wil ik diversificeren? Wil ik ook stuk ergens anders vandaan halen? Nou, je zal de gevolgen daarvan nog jaren gaan zien. Want ik denk dat iedereen nu bezig is met het borgen. En straks gaan ze evalueren. En dan nemen ze maatregelen op. En dat zal ook voor een stuk zitten in supply chain. Maar het zal ook zitten in marketing. Weet je, we hadden een heleboel klanten die bijvoorbeeld in het verleden minder op digital hadden geïnvesteerd. Omdat hun eigen bricks and stones, noem maar, de plek waar ze het verkochten, ja, dat was heilig. En opeens zijn mensen daar niet meer. Die zitten thuis en die willen hun spullen thuis ontvangen. Daar zal je de komende jaren nog de effecten van gaan zien, want alle merken zullen ook inschatten, gaat dit nog eens voorkomen? Is dit eenmalig of is dit wederkerig? En als het wederkerig is, degene die daar beter op moeten anticiperen, die zullen daarin gaan investeren. Dus ook daar zit business in. Als je hebt over digital, digitale transformatie. Ik zag een mooie claim ergens staan. Digitale transformatie. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Nou, is dat je CTO, CEO. Daar hadden ze een heleboel dingen aangevinkt. Er stond corona, check. Ja, ik denk dat die daar wel prima tussen staat. En ook over thuiswerken. Ik bedoel, ik ben heel blij geweest dat ik heb geluisterd naar mijn IT-hoofd en een hele afdeling. Die wilde al anderhalf jaar geleden flink investeren in de infrastructuur. Tonnen uitgegeven om allerlei dingen in te regelen. En ik dacht altijd, waar doe ik het eigenlijk voor? Want de meesten die gebruikten hem voor een heel klein deel. Nou, dat heb ik nu wel gezien, Ronnie. Dat was, wat ik zeg, 14 maart was ik wel erg blij omdat ik het besluit had kunnen nemen om iedereen naar huis te sturen. Ja. Hey, en denk je ook dat het vak verandert in de zin van dat dingen er weer meer toe gaan doen? Snap je wat ik bedoel? Ik had wel eens het idee dat de reclame ook wel een beetje zoiets van jongens, waar gaat het nog over of zo? Denk je dat de wereld betekenisvoller gaat worden? Of denk je, nou joh, dit waait over en dan gaan we ze allen gewoon weer rammen, hè? En dan wordt alles weer zoals het was? Nou, ik denk betekenisvoller was al voor corona het verhaal. Corona heeft misschien daar wat meer nadruk op gelegd waarom dat nou zo belangrijk is. Ja. En ik denk dat je hebt over betekenis in de economie, dat zal blijven en dat zal alleen maar belangrijker worden. Omdat we als mensen ook echt wel inzien dat de merken die wij in huis willen halen ook wel een toegevoegde waarde moeten hebben. Oftewel een betekenis in de maatschappij. Ja. Of we dan vervolgens zeggen, ja, maar dat is dan enig waar we op focussen. Nee hoor, ben ik meer aan jouw tweede deel. Mensen gaan op een gegeven moment als dingen ook weer gewoon normaal lopen. Zo zijn we nou eenmaal. Dan gaan we ook wel weer focus leggen op snelheid en dingen doen die we voorheen ook deden. Maar niet meer, het zal altijd een stukje blijven. Ja. Omdat de impact die we nu zien, we zijn er ook nog niet klaar mee. Die zal zodanig zijn, ook op economie en nu ook met werkloosheid die toeneemt.
dat we daar echt wel op gaan letten. Welke bedrijven voegen ook daadwerkelijk iets toe? Bijvoorbeeld discussie die nu in de EFD loopt, vind ik ook een goede. Ja, buffers neerzetten. Ja. Is dat belangrijk of is dat niet belangrijk? Dat is ook een betekenis. Hè? Dat is betekenis voor je collega's en voor het voortbestaan van je bedrijf. Dus niet alleen maar alle winsten ook meteen naar buiten zetten en met de dividenden uitkeren. Ja, je ziet best wel grote, fors, succesvolle bedrijven die nu een handje moeten ophouden. Ik denk, ja. Hoe had jij je zaakjes op orde? Nou ja, daar zie ik ook geen specifieke regel op, Bronnie. Dus daar zit ook niet iets vanuit belegingen of partijen die erin investeren, die zeggen, ja, dat wil ik dat je aanhoudt met dit percentage. Of ik wil dat je daar een potje voor gaat creëren. En daar zet ik wel een specifieke regel aan toe. Ik denk dat soort dingen zul je denk ik wat meer gaan zien. En dat naast ook wel, weet je, draag je ook wel bij aan een betere samenleving. Ja. Of graag blijft overeind. Ik denk dat dat alleen maar belangrijker zal worden. Ja. Naar de toekomst toe, wat zijn jouw plannen voor de komende maanden? Gaan jullie weer bij elkaar zitten? Hoe doe jij acquisitie, zowel naar accounts toe als naar misschien andere bureaus? Wat staat er op je agenda voor dit jaar? Langzaam opener, dus we zijn er al wel mee bezig. En dat zit hem in de 1,5 meter economie. Dus je moet je panden anders gaan inrichten met looproutes. Specifiek als iemand koffie moet halen, dat ze de afstand kunnen houden makkelijk en dat het zichtbaar is. Ook met reserveringsplatformen, dus dat mensen hun werkplek kunnen reserveren. Het zijn allemaal best wel wat dingen waar je in het verleden niet over had nagedacht. Maar ik denk wel goed om daarin te investeren, want mijn verwachting is dat het nodig zal zijn. En zo niet, dan heb je in ieder geval die faciliteiten op dit moment zitten. Nou, dan heb je te maken met wat je zegt, wat ga je als platform doen, natuurlijk ook gewoon acquisities. Want dat is ook wel het doel van Candid, alleen wel aangepast in ambitie. Wat we dit jaar hadden geprojecteerd, dat gaat zeker niet gebeuren. Zullen dan geen acquisities zijn? Dat wil ik niet zeggen. Het insteek is wel dat we nog wel wat zullen doen dit jaar. En de omvang daarvan is ook wel afhankelijk van de performance van het platform, waarbij we nu vanuit mij dan en vanuit bestuur stuur ik op één, en dat is maar een worst case scenario, noem maar eventjes. Omdat ik vind dat dat de enige is wat ik moet borgen. Ja, als daar een overperformance plaatsvindt of we hebben te hard aan die knoppen gedraaid, dat vind ik alleen maar een leuke verrassing. En betekent dus dat we ook meer kunnen doen. Maar ik zit daar niet in een, als je had over aanpassingsvermogen, ambitie. Ik ben altijd vol als de tijden ervoor zijn. Maar ik ben ook wel behoudend als je daar ook wel als bestuurder, als ondernemer, de keuzes moet maken. Dat vind ik ook belangrijk. Dus dat creëert ook minder verwachtingen bij collega's. Dat wil je nu ook niet. Iedereen is bezig met, blijf ik gezond? Ja. Komen we hier met z'n allen veilig doorheen? Dat vind ik belangrijker. Maar we houden die ambitie wel levend richting het najaar. Je hebt een vluchtelingverleden, hè, om het maar even zo te noemen. Zijn er nog meer levenslessen tot slot, hè, die je straks al zei, waarvan je zegt van ja, daar kan ik nu heel veel mee. Als ik kijk naar mijn ervaring uit het verleden, dat komt me nu heel erg van pas. Ja, dan kom ik terug op wat ik vorige keer vanuit waardes die ik mezelf heb aangemeten door dingen die ik heb meegemaakt. Open. Blijft open. Ook juist nu in zo'n situatie. Als je open staat voor datgene wat corona met zich meebrengt, dat zijn ook weer veranderingen. En die veranderingen kunnen ook leiden tot nieuwe businessmodellen. En andere manier kijk naar de realiteit. Als je dat weet snel te accepteren, dan ben je ook eerder degene die de kansen pakt vanuit die verandering in nieuwe businessmodellen en ondernemerschap. Blijf je hangen op het verleden, ja, dan wordt het lastig, want dan draag je dat mee. En dat, ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is. Voor mij ook wel weer een bewijs waarom ik met Candid ben begonnen. Met het hele mentaliteit van flexibiliteit, aanpassingsvermogen. Dat zit in mijn leven eigenlijk ingebakend. Ja. Lef. Weet je moet gewoon lef tonen. Ook lef tonen om je eigen ambitie, hè, waar je net over had, om eventjes op een lagere pitje te zetten. En te kiezen voor je organisatie. Te kiezen voor een stukje veiligheid. Ja. En daar ook dus minder risico te nemen. Dat is ook lef. Het is andersom ook. Maar, en ambitie, ja, die moet je wel levend houden. En dat doe ik dan ook binnen de organisatie. Maar wel met een stukje realiteit. Dat je mensen niet meeneemt in een
in de gekkigheid van ja, de ambitie die we daarvoor hadden. Want dat is gewoon niet meer werkelijk in anno 2020. Ja. Dankjewel, Ezra. En ik wens je heel veel succes. Dankjewel, Ronnie.